Ja, we gaan verder met Volt. De partij doet, net als bijvoorbeeld Code Oranje, voor het eerst mee met de verkiezingen. Er staat geen bekende kop aan het roer, maar het zindert rond de partij. Volt is jong, een derde van de mensen op de lijst moet nog 25 worden. En minstens zo opmerkelijk, schreef de Volkskrant, Volt is niet boos. Sinds het weekend staat de partij virtueel op één zetel. Dit is Volt, een nieuwe Europese partij. Volt, een beetje Volt. Volt, Volt. En richtte zich als enige politieke partij met name op jongeren. Ik heb zelf op Volt gestemd. De dynamiek en aantrekkingskracht van een hele jonge beweging Volt. Die juist heel pro-Europees is. Door stemmen te winnen in die landen hopen ze als één partij in het Europese parlement te komen. So we are looking to get people from all backgrounds in the movement to make sure that we can represent them. De oprichters zijn allemaal geboren na de val van de muur. En ook Volt hoopt op één. Of zelfs twee zetels. Wij willen Europeanen met elkaar verbinden. Meneer, schat u 23 mei ook op Volt. Dank u wel. Wij zijn Volt dus. Ja, Niloufer, jij bent nummer 2 op de lijst Volt. Geert Mak, u bent fan van Volt. En ja, we kennen u natuurlijk als iemand die zich altijd bezighoudt met Europa en de verhoudingen binnen Europa. Niloufer, welkom allebei nogmaals. Niloufer, in het kort, waarom is Volt uitgevonden? Volt is de dag na de Brexit opgericht. Met het idee om een stem te vormen in heel Europa tegen het populisme. En ook om de Europese democratie te versterken door alle Europeanen aan elkaar te verbinden. Mm-hmm. Waarom is het belangrijk, Geert Mak? Het leuke van Volt is dat het echt een pan-Europese partij is. Dat is heel erg nieuw. En het is ook een typische 21ste eeuwse partij. Wat betekent dat precies, pan-Europese partij? Dat het over heel Europa een partij is. Dat is echt dat het niet een samenwerkingsverband is, zoals je bij meer partijen hebt. Maar dat het echt een grassroots-beweging is, van beneden af. En dat in al die landen afdelingen zijn of Volt-partijen die een soortgelijk programma hebben. En dat is echt volstrekt nieuw. Dat is ook, het lijkt idealistisch, maar het is eigenlijk heel realistisch. Omdat steeds meer macht op Europees niveau wordt uitgeoefend en daar gecontroleerd moet worden. Ja, maar is het al Dimitri Vuls wel eens van gehoord, Volt? Nee, het is wel 5 minuten geleden hier in de wandelgang, maar het is voor het eerst. Ja, dat scheelt dan ook een beetje per land hoe bekend het dan al is, denk ik. Ja, wij zijn in 3 landen echt heel sterk ontwikkeld al. Italië, Duitsland en Nederland. In een aantal andere landen zijn we ook echt flink aan het groeien, zoals in Bulgarije, in Spanje en Portugal. En in sommige andere landen zijn we nog wat kleiner, zoals in België. Maar The only way is up. Ja. Ja. En wat staat er behalve de pro-Europa-koers? Wat staat verder in het plan? Wat is belangrijk voor jullie? Wat is voor ons belangrijk is wat Geert Mak ook net ook zei. Wij willen een sterk Europa. Een sterk Europa dat antwoorden kan formuleren tegen de grote dreigingen, maar ook gezamenlijk kansen kan creëren. En voor iedere macht moet een tegenmacht zijn. En het Europees Parlement op dit moment, dat is het enige plek in Europa waar alle Europeanen over kunnen beslissen, heeft niet het mandaat en de ruimte om die keuzes te maken zoals wij Europeanen dat wensen. Dat wordt steeds dan door de Europese Raad, daar zitten alle regeringsleiders dan in, door het vetorecht wat daarin zit, geblokt. En dat vinden wij, dat moet stoppen. Mm-hmm. Ja. Charlotte, die bus rond de partij Volt. Wij hebben het over een bus. Zie jij die ook? Voel je hem? Ja, ik denk het wel. Ik kwam er al in aanraking mee met de Europese verkiezingen. Dus dat was mei 2019. En toen dacht ik al, wow, dit is nieuw en fris en inderdaad heel jong. Mm-hmm. En dat vind ik er wel heel aantrekkelijk aan. Zeker omdat jong en Europa samen nog niet echt de meest sexy combinatie is of waar je meteen aan denkt. Dus wat dat betreft vind ik het een goede ontwikkeling dat meer ook in het Haagse wat vertegenwoordigd is, ook naar de buiten toe. Want je weet dat alle partijen heel groot een Europa-programma hebben. Alleen dat zijn niet de debatten waar je het meest over hoort in de media. Dat zijn niet, terwijl er wel heel veel besluitvorming vandaan komt. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat in de volksvertegenwoordiging dan misschien ook dat geluid wat beter vertolkt wordt. Maar zit dat eurosceptische dan vooral wat jullie betreft in het parlement? Want in het nationale parlement, ja. Ja, meer dan niet dat. Niet onder de bevolking is misschien. Nee, want als je gewoon kijkt maar in enquêtes, iets van 80% van de Nederlanders is voor de EU. Dus dat percentage dat gewoon klinkt in het parlement komt niet overeen met het percentage in de samenleving. Ja. En wij denken dus dat het euroscepticisme in het Nederlandse parlement, dat het alleen maar kan worden doorbroken. Uh-huh. Door structureel gewoon Europa ook op de agenda te zetten. En niet als bijzaak, maar echt als hoofdzaak. Ja, terwijl je ziet in tijden van crisis en onzekere, verwarrende tijden, waar we nu dus in zitten, dat mensen toch de neiging hebben om teruggrijpen naar dat soevereine juist. En dat nationale
Oh ja, dus als een vaste neiging natuurlijk. Even samen klitten om de, rondom de vlag van Rutte. Maar het is tegelijk zie je ook dat een heleboel oplossingen op dit moment toch al op Europees niveau plaatsvinden. He, met vallen en opstaan, bijvoorbeeld die hele vaccintoestand. He, maar dat kan ook bijna niet anders meer dan Europees gebeuren. Want daar kun je vuist maken, daar kun je goed onderhandelen, daar kun je inderdaad wat ze gedaan hebben. He, dat was in het voorjaar, vorig jaar, dat ze toch van de 6 vaccins, potentiële vaccins, de 5 goede hebben uitgezocht. Ja. He, van de 300 kandidaten die er waren. Maar het gekke is, ja, bij die vaccins dan wel. Maar verder, Charlotte, jij staat natuurlijk vooral vrijdag bij de ministerraad. Het zijn meer de nationale dingen die we in de programma's voorbij zien komen. Ja, dat klopt. Maar toch merk ik ook wel, gewoon terwijl ik dus voor Hart van Nederland daar dan sta, en ik wil bijvoorbeeld minister Schouten spreken over iets wat boeren gerelateerd is, of nou, al die thema's waar ik met Schouten over moest spreken, dat vaak zij dan, als ik het via woordvoering probeer, dan was zij vaak in Brussel of ze was in overleg met haar Europese collega's. Dus daaraan merk je wel van, hé, zij is ook wel veel tijd kwijt en bezig met Europese besluitgeving. En daar moeten wij ook vaak als Nederlanders toch wel dan op wachten. Want dat is dan niet zo sexy voor de gemiddelde programmering. Nee, dat is uiteindelijk niet. Nee, dat is uiteindelijk niet wat je als antwoord terug kan geven aan de boer. Of in ieder geval, als je dat teruggeeft, dan is dat niet echt satisfying, zeg maar. Maar Charlotte, een heleboel van die boeren vangen natuurlijk bakken Europees geld. Hè. Dat wordt altijd verzwegen. Maar dat is natuurlijk niet mis. En de manier waarop daar gesubsidieerd wordt, dwingt de boeren ook de hele tijd tot grootschaligheid. Heel ingewikkeld, maar dus wij kunnen bijvoorbeeld, die aardige minister Schouten kan leuke plannen verzinnen over duurzaamheid, et cetera. Maar die subsidiëring vanuit Europa zit dat weer dwars. Dus dat gevecht moet voor een deel ook gevoerd worden hier, maar ook in Brussel. Ja. Zo is het eigenlijk, zo is die hele, ja, iedereen die een bedrijf heeft, daar moet je echt niet meer met praatjes aankomen, want het heeft niks met Europa te maken, want je bent in een bedrijf, de meeste bedrijven tenminste, de godganse dag met de Europese handel bezig. Maar het is toch wel, dit verhaal is natuurlijk niet helemaal, dit kennen we bijvoorbeeld wel van D66 heel pro-Europees. Dus wat voor soort kiezen is het, denken jullie? Misschien moet ik wel aan jou vragen. Waar aasen jullie op? Ja. Nou, waar aasen wij op? Moeten ze van D66 komen? Nee, dat denk ik niet. Want we zien nu dat mensen van Partij voor de Dieren tot en met VVD naar ons toe beginnen te komen, als ze al een politieke voorgeschiedenis hebben. Heel veel mensen zeggen, ik ben nog nooit lid geweest van een partij. Maar heel veel mensen zeggen vooral, it makes sense. Het is logisch dat. Heb je het nu over de zwevende kiezers? Op de flanken na zijn we aantrekkelijk voor bijna iedereen. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat iedereen het logisch vindt dat met het belang van de Europese politiek er ook Europese politieke partijen moeten zijn. Is het misschien ook verfrissend dat het een keer even losstaat van allerlei oude zuilen en dogma's en dat er niet zo enorme geschiedenis aan zit? Zij zullen ook allerlei nieuwe shit weer krijgen, hoor. Maar even een partij zonder al die oude shit. Zoveel partijen, met name aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant, die slepen die hele 20e eeuw nog met zich mee. He, aan oude dogma's, oude problemen, oude ruzies. En eventjes niets. En het is ook wel belangrijk. Ik denk dat het deze partij, ik weet er trouwens helemaal niet of ik erop ga stemmen. Nou, dat was want ik ben een oude sociaaldemocraat. Ja. Heeft de VVD al verlaten publiekelijk. Anatja Boekestein heeft al gezegd, ik stem geen VVD meer, ik stem Volt. Nou, kijk eens aan. Samen met Boekestein, allee. Een merkwaardig bondgenootschap. Ja. Maar het is gewoon peper in de politiek, zo'n partij als deze. De Nederlandse politiek heeft de neiging om een beetje te verstollen tot erwtensoep. Dat heeft hartstikke hard peper nodig. Ja. En zo'n partijtje kan daarin heel belangrijk zijn. Maar om dan nog even terug te komen op wat Renze net al zei. Kijk, D66 heeft in hun programma natuurlijk ook nu meer Europa staan. Je kan ook zeggen, zijn jullie dan niet de jongere afdeling van D66? En waarom zouden mensen dan op Volt moeten stemmen en gewoon niet op D66? D66 is in 1966 opgericht voor Nederland. En wij zijn in 2017 opgericht voor Europa. Dus wij hebben een heel ander niveau van politiek voor ogen. En tuurlijk zitten er overlap tussen D66 en ons. Maar die zit ook met andere politieke partijen. En dat is inderdaad wat Geert ook zegt. Wij zijn voorbij een ideologie. En daardoor hebben we wel gewoon met andere ideologie die toch weer elementen erin zitten. Maar nogmaals, onze bestaansrecht, onze oorsprong, dat zit echt gewoon in Europa. Dat is echt wat ons drijft. Maar wel bijvoorbeeld met meer defensie, met kernenergie. Even nog tot slot, hoeveel zetels hopen jullie op? We hopen weer 2% te halen, wat we met de Europese verkiezingen hebben gehaald. En dat zou 3 zetels zijn. Nou, ik ben benieuwd. Ik kan het Veel succes. Dank je wel.